Als je geboren bent op het Hawaïaanse eiland Maui, zoals Zane, dan zit surfen in je bloed. The ocean is not just a big, vast body of water. It's our church, it's our playground, our place of refuge. Maar hij en het hele eiland rouwt nog steeds na de dodelijkste natuurbrand uit de recente Amerikaanse geschiedenis. A lot of our friends, my godfather, passed away in the fire, and it's continuing to be a challenge day by day. No matter what, it's always nice to jump in, even if it's beautiful and pristine, or if it's a little rough. Het water was ook letterlijk een redding. Op de dag van het vuur verzamelden honderden mensen zich op deze rotsen. En toen de vlammen te dichtbij kwamen, sprongen ze het water in. 100 mensen kwamen om het leven in Lahaina, maar sommigen die in de zee belanden, hebben het overleefd. Judd Lau ontwerpt en maakt surfplanken met de hand en geeft ze nu gratis weg aan inwoners die het vuur overleefden, maar hun boards kwijtraakten, zoals Willy Shim. This is a big help because this is like for me is my medicine, you know, just to be in the ocean. I really appreciate it and very grateful. Like, wow. Judd heeft 70 nieuwe en honderden tweedehands planken weg kunnen geven. On top of like your surfboard being your most prized possession, like being in the ocean is just healing and riding waves is like meditation. It's a connection with nature. Je kan aan Zane zien wat het met mensen doet. Good to start the day off in the water. Sinds de ramp heeft hij besloten de golven te delen met anderen. Het blijkt dat de helft van de kinderen op Maui niet kan zwemmen. Daar gaat hij verandering in brengen. Our programs for ocean safety and to get kids in the water really is relevant to these times. Not just for the mental trauma, but also for the ability to give them a venue to safely swim. Naast troost biedt het water ook nieuwe energie.